Ik denk dat inderdaad wat het Parool nog steeds heeft, dat is een rubriek kanaalzwemmen. Die volgt gewoon de televisie en Trouw heeft het, Ruud Verdonk. On-off. Ja, absoluut. Dat is belangrijk. Dat die mensen er zijn en dat die media, dus dat die televisie echt op voet gevolgd wordt. Maar ook dat je modus onderkent. Hè? Dat je trends onderkent. Wat dat betreft hoef je in Nederland niet ongerust te zijn met die 890 columns die er worden geschreven. Maar dit is een heel merkwaardige trend waar ik zelf iets over gelezen heb. Vroeger was nieuwslezen, ja, dat was zielig. Dat hield je stil in de familie. Daar was je althans niet trots op, hè? Het was zoiets als Mulo A, Talenkant. En die mensen had je ook, maar daar werd niet al te veel aandacht aan besteed. Maar tegenwoordig is dat dus wanen ze zich de top. Ze komen op die televisie, ze interviewen mensen 2 minuten, vormloos, zonder enige kennis van feiten, vaak belachelijk. Lunch was laatst ook bij NOS Later, dat ik elke avond praktisch zie. En toen ging je ook weer indianenverhalen vertellen. En kreeg je weer toch diezelfde kontlikkerij uiteindelijk. En dat was allemaal aangekondigd, ook weer door die knikkenbollende punnikster vanwege. Ik bedoel, die zou dan ook echt met je fusiel van het scherm afmaaien werken. Nou, dat gaat u wel ver, hè? Dat gaat heel ver, meneer Meij. Nou, meneer Van Engen, u brengt het nog ver in Nederlandse televisie. Volgens mij mag u best bij een paar posten vrij NOS als Laat, ligt, ja. Dus dat en dit is NOS Laat met Peter van Engen en Maartje van Wegen. Wie van de twee is het nou? Ja. Kunt u ook goed knikken. Ja. Ze hebben geen toestemming gegeven over, want jij had ook de presentatoren van NOS Laat, want daar wil je ook wat van laten zien om het te kunnen analyseren. Maar daar hebben ze geen toestemming voor gegeven. Te analyseren? Mag ik het zo neutraal weergeven? Analyseren? Blokje erg. Nou, of zullen we... Nou, ja, blokje erg. Ja, kom maar jongens. Hallo. Nu naar Veronica, wat ga je daar doen? Dan ga ik een... mediaprogramma maken met een redactie. Vertel eens iets meer over. Dat wordt een programma over de media, maar vooral over de mensen in die media. Mensen die daarin een belangrijke rol spelen. Dus we zijn niet zozeer geïnteresseerd in oplagecijfers en de techniek van satellieten. Maar mensen die media maken. Datgene wat mensen opwindt op radio, televisie of in kranten. Ik las een aantal interviews met je. In een van die interviews zei je dat je Veronica eigenlijk maar een ordinaire schreeuwploeg vindt. Dan ga je er nu naartoe, daar begrijp ik niets van. Eigenlijk maar, dat heb ik net gezegd. Eigenlijk maar een ordinaire schreeuwploeg, dat is niet waar. Het is waar dat Veronica nooit... De krant nu weer. Nee, dat is niet waar. Het stond er zwart op wit. Met vrouwen met te diepe decolletés en veel geschreeuw. Dat is vrije interpretatie trouwens. Precies, vrije interpretatie. Maar Veronica is nooit... Nee, ik ben nooit lid geweest van Veronica, dat is waar. Word je nu lid? Ik ben al tientjes lid van een andere Nederland 2 cent gemachtigde. De EO zit daar niet bij, dat is Nederland 1 geloof ik. Dat is 1. Ja, zo even. We kunnen doorgaan hoor, we hebben nog een aantal achter elkaar gezet. Linda de Mol! Wat is er zo anders en zo bijzonder aan wonen in een woonwagenkamp? Daarover praten we vanavond met Pita, Karin en Christa. Hartelijk welkom. Pita, wat is nou het verschil tussen wonen in een groot woonwagenkamp of wonen in zo'n klein woonwagenkampje? Ongelooflijk, hè? Kan het door? Kan nog een... Wie is dat? Niveau Nihil. Een prachtige quote in dit verband die me heel erg jaloers maakte. Die zei ooit, ik ben trouw, maar als ik iemand anders ontmoet die ik ook leuk vind en ik trek daar een tijd mee op, dan betekent dat voor mij geen ontrouw. Kijk, zo lust ik er ook nog wel een paar jaar tegen. Ongelooflijk. Hek, ik kwam een keer hier tegen in deze studio. Mag ik even vertellen? En wie is dit nou weer? Oh god. Sasias. Dat vind ik net zo iets als Paula Patricio. Ivan, je kwam je tegen? Ja, en toen met een meisje hier beneden. En dat meisje deed toen de colbertje open. En die had toen hier opgeplakt de borstpartij van de feestartikelenwinkel. Ja. Je gelooft, ik vertel het echt. Dat ik steeds denk, heb ik dit gedroomd? Was dit een geval van enorme depersonalisatie? Nee, dat is echt waar. En Ivo stond daar stralend bij. Leuk, hè, Ischa, zei hij toen tegen mij. Ik dacht, ja, weer een genie ontmoet vandaag. Zullen we Leonie Sasias even. Die is goed, hè? Ja. Ja, en nou blijkt vaak dat bij moeders van huilbaby's de binding tussen moeder en kind heel stroef verloopt, hè? De zogenaamde hechting.
Ja, waar wij dus in geïnteresseerd waren, dat was, als je nou zo'n huilbaby krijgt, kort na de geboorte, hoe verloopt dan die omgang tussen moeder en kind? En heeft dat nadelige gevolgen voor die hechting? En wat je eigenlijk ziet gebeuren, dat is dat die kinderen door hun actieve gedrag uitlokken dat moeder onrustig wordt. Dus heel snel wisselt van manieren met van troosten. Je ziet ook dat als er met het kind gespeeld wordt, dat door het actieve gedrag mensen geneigd zijn om voortdurend te wisselen van gedrag. En je krijgt dus eigenlijk een soort van neerwaartse spiraal, want daardoor wordt het kind geïrriteerder, moeder wordt geïrriteerd. En je krijgt een neerwaartse spiraal die negatief kan uitwerken op die kwaliteit van de hechting als je die bekijkt op de leeftijd van 1 jaar. De meerwaartse spiraal die negatief kan uitwerken op de kwaliteit van de hechting. Ja, maar dit zijn de programma's die kijk ik heel graag naar. Dat is het service salon gehaald, is dit? Ja. Hoog service salon. Oh, weer stop met persen. het service salon gehaald is heel bijzonder, is dat hoor. Dat is echt heel bijzonder. Het zijn dus een aantal presentatoren ook. Zeg journalist waren de presentatoren die dan. Nee, dat geloof ik niet. Hebben enorm onderlinge concurrentie. Hè, wie dan het spelletje in de supermarkt mag doen of zo. En dat straalt van die harde koppen. En onderhand maar vriendelijk, hè? Ja. Hem kwam ik ook veel tegen, dus, Tom Egbers, toen ik hier werkte in de studio. En dan vroeg ik, ja, op een gegeven moment dan wil je met die mensen toch een soort band opbouwen. Collega's, hè? Nou, ja, hetzelfde. Ik zag Tom heel veel vaak lopen en dan achter hem aan zat altijd een meisje. En hij had altijd 4 Colbertjes dan zo bij zich, hè? Achter hem aan. En nou god, ik dacht op een gegeven moment, ja, ik moet daar toch een soort contact met die jongen maken. Dus ik zei toen op een donderdagmorgen, welk jasje trek je vanavond aan? Oh, godverdomme, ja, bek, zei hij toen. Goed, hè? Ik had toen een hele goede dag, ik weet niet waarom, maar... Wat zei je terug? Of liep je gewoon toch maar gewoon nee, door? Nee, dan lag ik me rot. En dat, ja, dat ziet hij natuurlijk dan ook, want hij heeft niet helemaal stront in zijn ogen, maar... Het is ook natuurlijk een goede jongen en nu gaat hij terug naar de televisie en gaat hij CD-TV doen. Misschien samen met Cees van Ede. Ja. Of zo. Ja. Die zijn compatible, hè, denk ik. Denk je niet? Ik weet het niet. Ik weet het niet welke klonen ze zijn. Van wie ze een kloon zijn. Ik is weet dat het een niet. Goede vriend van jou? Nee, nee. Nee, nee, dat goed. Zullen we... Ja, we hebben dus nog één... Eén ergje. Nog één erg. Dat is weer collega van jou. Ja. Toch? Dat is geen goeie. Ja, ja. Willem van Beuzenkom van de NOS. Hij is de man die ook het commentaar gaat geven bij het Eurovisie Songfestival in Zweden. Volgende maand. Meneer van Beuzenkom, u bent in het dagelijks leven directeur NOS Radio. En ook betrokken bij het Nationale Songfestival. U zit in de selectiecommissie van de artiesten. En u bent mede verantwoordelijk voor de opzet van het festival. Hè? Ja. Ja. Bent u tevreden over de uitzending van afgelopen zondag? Ik was heel tevreden. Ik vond het een heel sprankelend programma. Met een aantal uitermate goede liedjes. Waarvan de beste ook in de hoogste regionen zijn geëindigd. Dus met andere woorden, daarover kan je alleen maar tevreden zijn. Zag het eruit zoals u gehoopt had? Ja, in grote lijnen wel. Kijk, er zitten altijd een paar teleurstellingen in van liedjes die er minder goed uitkomen dan je misschien bij voorbaat had gedacht. Maar als totaliteit vond ik het een prima programma. Nou, het is, kijk, je kan natuurlijk met die van Beuzenkom ook een hartstikke leuk interview maken. Hè. Wat dat betreft is het natuurlijk altijd het adagium van mijn geliefde hoofddirecteur Rinus Ferdinandussen. Een van de echt hartstikke leuke hoofddirecteur was dat. Die zei altijd, je ziet het. Of je ziet het niet. Hè? En had hij dat voorbeeld, dat was zo leuk, van had een verslaggever en die zou dan een proces tegen een oorlogsmisdadiger in Frankrijk verslaan. Maar die jongen, ja, die had er niet zoveel zin in. En nou, die ging er toch naartoe, kwam terug, maar had de verkeerde kant op gekeken. Hij had namelijk gekeken naar die oorlogsmisdadiger en je moet natuurlijk bij dat soort processen naar de tribune kijken. De slachtoffers bedoel je? Ja. Dus dat was altijd, moesten we altijd dan om lachen. Je ziet het of je ziet het niet. Maar ik denk dat Tom Egbers het niet altijd ziet. Het klinkt ook alsof goed je jasje. Iets persoonlijks nog te verwerken hebt met hem of zo. Ja, ik vind het trekt me dat soort dingen. Maar ik trek me eigenlijk... Nee, je trekt het je echt aan. Ja, ik trek het me echt aan. Omdat ik het zo zonde vind. De jongen krijgt dan de kans om een programma te maken op een terrein dat ik echt heel leuk vind. En dat mij ter harte gaat. Media. Nou ja, wat is er niet leuker dan die... Dat krankzinnige ratje toe van journalisten en echte onderwerpen. Er zijn toch echte onderwerpen? En dan komt er dit uit. Hoe zou jij dat doen? Weet je, dat weet ik niet. Ik weet niet of ik zo'n programma überhaupt zou willen. Ik weet niet of dat wordt ook al gezegd of zou kunnen. Hè? Dat is ook ik weet niet of ik dat zou willen of zou kunnen. En het is mijn ambitie. Bij dat soort magazines ligt mijn ambitie helemaal niet. Mijn ambitie ligt bij, eigenlijk zo langzamerhand, bij lange gesprekken. Ik zou... Nu nog eens een keer, zoals ik voor Nederland 100 interviews heb gemaakt op de achterpagina, zou ik ooit nog wel eens
50 of 100 mooie, lange gesprekken met mensen willen maken.